Ik wil voetballer worden. Ik ga voetballer worden en dat was echt mijn doel. Het is een middel, het is een weg vanuit armoede. Je bent echt een jochie van 17. Word je gewoon hierin gestuurd, eigenlijk vliegtuig in gegooid en wordt tegen jou gezegd, nou gaan we naar Nederland. Dus ik was doodongelukkig. Ik was bang om naar Albert Heijn te gaan of naar op straat te gaan. Dat ik bang was dat mensen gingen mij aanspreken. Maar ik moest hem op papier, moest het een jongetje worden weer. Van 8 of van 10 of van 15. Maar als dat komt, dan is dat magisch. Want dan zie je hem opeens opstaan. Dan zie je die jongen daar in die Donbass tussen al die fabrieken. Metaalfabriek, glasfabriek. Zie je hem spelen en voetballen. En dat is, ja, dat is gewoon een magisch moment als dat dan lukt en hij gaat staan. In die hoek. Oh, wat een mooie herinnering. Als je dan teruggaat naar die teamfoto uit Konstantinovka. Hè, je ziet dus al die jongetjes eigenlijk die het niet gered hebben. En hij op de een of andere wonderbaarlijke wijze wel. Want ja, anders zou je nu nog ergens in Donetsk zijn blijven hangen misschien. Of misschien niet meer leven. Of niet meer leven, ja. Klinkt wel gek, maar verkrachting die je meemaakt of mensen die werden neergestoken. Dacht ik, oké, als je 13-jarig bent, dan denk je, oké, nou dat gebeurt. Dat gebeurt continu in Oekraïne. Je sluit het als het ware af en 5 minuten later denk je, oké, tegen wie spelen wij vandaag? Het ontzettend weinig eten dat ze daar kregen, terwijl het wel sporters waren die de hele dag gewoon bezig waren. En als hij daar dan over vertelde, dan zag je ook weer in die blik hoe ontzettend heerlijk het was als er dan een keer wel wat te eten was. En op het moment dat hij daarover vertelde of dat hij weer een keer een ijsje kreeg of zo van zijn opa, dan kwam dat helemaal tot leven. En dan realiseer je ook van in wat voor tijd hij geleefd moet hebben dat je zo'n honger hebt gehad. En dat, ja, dat, ik weet niet, daarin kwam hij, ja, dat was wel mooi om te zien hoe hij dan weer zo transformeerde in een kleine jongen eigenlijk. Ik ben heel erg realistisch. Ik weet dat ik nooit een topvoetballer ben geweest. Ik ben geen Messi, geen Zlatan of geen Ronaldo. Maar ik heb een andere kant proberen te niet te verliezen, de menselijke kant. Maar want ik wilde per se niet als voetballer herinnerd worden, maar ook als een bepaalde mens. Die niet alleen maar achter de bal kan rennen.